Goedemorgen en welkom bij ons in Mama Tintaki, meneer Miskin. Hoe is het met u? Goed, ook goedemorgen aan de kijkers. Met de gezondheid? Het gaat ook goed. Ja, meneer Miskin, we gaan een beetje praten over het conflict en de stand van zaken met betrekking tot het conflict, want het blijft een conflict, en wat het collectief tot nu toe heeft bereikt. Als het gaat om de ambtenaren, want jullie vertegenwoordigen een groep binnen de CLO. En in dat voorgesprek heeft u gezegd, wij zijn nog leden van de CLO. Dus we gaan de samenleving meer informatie geven. Het collectief is vorig jaar opgericht. Met welk doel is het collectief opgericht vorig jaar, meneer Miskin? Dus je praat over de oprichting van een collectief. Ja. Vorig jaar is er, laat zeggen, van een conflict wat eigenlijk al een jaren sleept. Is misschien geëscaleerd, kan je zeggen. En waardoor er dus twee kampen zijn ontstaan in de CLO. En wij zijn nog steeds CLO. Ja. Het woord collectief hebben wij geïntroduceerd om eigenlijk de groep waar ik leiding aan geef te identificeren. Dus eigenlijk heb je twee groepen binnen de CLO. Er is een scheuring. Je hebt eigenlijk de groep Hooghart en je kon zeggen de groep Miskin. Ja. Maar we hebben een naam gegeven. Het is dus geen kwestie van een oprichting van een andere organisatie. Wij zijn nog steeds CLO. Ja, dus het is niet zo dat het collectief zich ontwikkelt tot een nieuwe vakcentrale. Nee. Het gaat dus om een conflict waar wij in feite werken naar een verkiezing om duidelijkheid te brengen wie de vakcentrale moet leiden. Omdat er dus nu een scheuring is, moet je dus het liefst naar een verkiezing gaan, toch? En dan kan duidelijk worden gemaakt wie de CLO vertegenwoordigt. Ja, en het collectief is opgericht omdat jullie niet eens waren en zijn tot nu toe over de handelingen, de uitspraken die de huidige CLO-voorzitter maakt en doet in de media. Jullie hebben gezegd, de uitspraken en de handelingen schaden de organisatie. Waarom zijn jullie gekomen tot dat standpunt? Oh, het speelt niet nu, het speelt al een hele tijd. Maar ik moet u wel aangeven dat op dit moment een ravaksuur vorige week heeft beslist te willen bemiddelen in dit conflict. We hebben zelfs onze persconferentie die wij zouden beleggen gisteren om meneer Hooghart van weerwoord te dienen. Ja. Hebben wij dus afgeblazen en we willen Ravaksuur de gelegenheid geven. Dus we kunnen wel over zaken praten, maar wij willen geen zaken hier zeggen die reden zouden geven om dus deze bemiddelingspoging te verstoren. Ja, dus het collectief staat open voor een bemiddelingspoging. Ja, nou, we vinden het positief. En de moederorganisatie Ravaksuur heeft dus dat op zich genomen. Dan moeten we die moederorganisatie, of tenminste die geen overkoepelende organisatie, de ruimte geven om dus dat te doen. Ja. Kijkers, jullie krijgen ook de gelegenheid om te bellen. Dat nummer ziet u straks in beeld. Als u een vraag heeft voor de heer Miskin, dan kunt u bellen op 52 61 21. En dat is het nummer waarop u kunt bellen. Meneer Miskin, u of het collectief waaraan u leiding geeft is vorig jaar opgericht. Wat hebben jullie in die tussentijd bereikt als het gaat om zaken met betrekking tot de ambtenaren? Nou, laat me het zo zeggen. Het collectief bestaat uit diverse lidbonden. Ja. Dus op het niveau van de lidbonden, op de diverse ministeries, worden dus onderhandelingen gevoerd. Mm-hmm. En de zaken op de ministeries worden natuurlijk behartigd. Maar u heeft het hoogstwaarschijnlijk van wat wordt bereikt met de regering. Laten we zo zeggen van dat niet alleen het collectief streeft naar een loonsverhoging
voor de ambtenaren. Ook binnen Rafaksuur wordt dat besproken. Tot op dit moment heeft geen enkele groepering op dat stuk iets kunnen bereiken. Ja. Ik kan u wel aangeven dat wij dus vanaf vorig jaar dus wel continu in conclave zijn met de regering en andere personen in de coalitie om eigenlijk een doorbraak te kunnen krijgen dat eindelijk die geldkraan open gaat en dat de mensen toch wel een tegemoetkoming kunnen krijgen. Ja. Oh, het kan zijn een loonsverhoging, het kan zijn een geldsbedrag, maar je zoekt naar die opening. Ja, toch? En continu die opening zoek je. Wordt niet tot op dit moment is er geen opening, niet voor ons en voor geen enkele andere groepering. Er zijn wel zaken in de pipeline, onder andere bijvoorbeeld binnen Rafaksuur wordt dus met de regering besproken de kwestie van belastingverlichting. Ja. Daarover zijn wat voorstellen natuurlijk. Ook van onze zijde, er zijn twee akkoorden. Er is een akkoord gesloten in 2019 en in 2020. Wij vragen aan de regering om uitvoering te geven aan deze akkoorden. Dat is continu. En wat zegt de regering? Ze zeggen dat ze geen geld hebben. Ja. Dat is het verhaal wat je dus continu hoort. Maar we zeggen ook van aan het langste touw komt de eind. Klopt. En uiteindelijk, je ziet trouwens ook, je voelt in die samenleving, de prijzen zijn omhoog gegaan, toch? En de mensen worden steeds ongeduldiger. En we hebben de regering ook daarop gewezen, zeg van, je moet toch wel snel handelen, anders kan je dus na verloop van tijd meerdere erupties krijgen. Ja, kleine erupties nou hier en daar, maar je kan meerdere erupties krijgen. We wijzen ze steeds erop en we gaan door om dat belang te behartigen. En hoe lang moeten de ambtenaren nog geduld hebben? Nou, dus we zijn nog bezig. We kunnen niet kijken in een glazen bol wanneer dat gebeurt. Ik heb vanmorgen via de media gehoord dat dus er een akkoord is getekend met het IMF. Ja. Ik denk dat de regering wacht op middelen die van buiten moeten komen. U hoort ze praten over een overeenkomst met IMF. U hoort ook dat over de kwestie van foreign direct investment. Ja. Toch? Ik denk dat het nu wordt behandeld in het parlement. Ik denk dat het crisis- en herstelplan ook in het parlement behandeld moet worden. Dus wij denken, als u praat over termijnen, wanneer die zaken rond zijn, dan denk ik dat de regering zover zal zijn om een loonsverhoging te geven. Trouwens, in het crisis- en herstelplan is aangegeven dat er een 25% loonsverhoging gegeven gaat worden aan de ambtenaren. Ja. Toch? Dus daar kijken wij zeker naar. Maar natuurlijk, ja, de tijd dringt. En wij proberen ook wel tussen nu en wanneer dat moment komt, een tussenoplossing te zoeken. Maar ik kan u op dit moment niet concreet zeggen van wanneer dat gaat gebeuren. Wanneer dat zover is, zullen we de mensen zeker informeren. Ja. Ja. Goedemorgen. Is er een... Goedemorgen. Ja, u heeft een vraag van meneer Miskin? Ik heb een vraag. Ik ben een professor. Hallo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met wie praten wij? Met Claire. Claire. Goedemorgen Claire. Van waar belt u? Ja. Maar dat is oké. Oké. Ja, u heeft een vraag voor de heer Miskin. Ja, ik heb een vraag. Ja. Over het voorzitterschap van CLO. Is er een beperking aan de jaren dat die persoon mag zijn? Of mag het al door continu? Ja, is dat uw vraag, mevrouw Claire? Ja, dat is uw vraag. Ja. Meneer Miskin is de vraag begrepen. Ja, bedankt mevrouw Claire. Nou, dus, wat zeggen de statuten over het voorzitterschap? Nee, dus het gaat over het bestuur. De voorzitter is deel van het bestuur. Ja. En volgens de statuten moeten om de 3 jaren verkiezingen gehouden worden. Ja. Dat staat aangegeven in de statuten. Ja. En dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt ook. Jawel. Ja. En wanneer is voor het laatst een verkiezing georganiseerd? Op 21 december 2018 is het de laatste verkiezing gehouden. Ja, dus eigenlijk het bestuur
van de heer Hoogaard kan nog aanzetten tot dit jaar december. December, ja. Dus eigenlijk 2022 moeten er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Nee, in december 2021, conform de statuten. Ja. Toch? Ja. Maar laat me dus ook zo zeggen van dat er een besluit was genomen in de assemblee van de ledenraad om dus 5 jaren aan te zitten. Maar er is geen statutenwijziging daarover gekomen. Maar dus in de statuten en ook met de rechtszaken nu wordt uitgegaan van een zittingstermijn van 3 jaar. Ja. Toch? En dat dus verkiezingen zouden moeten worden conform de statuten in december 2021. Ja. Dat hebben beide advocaten dus ook vastgelegd in rechtszaken. Ja, maar wat wil het collectief duidelijk? Make a samenleving sabi, sang a collectief van precies, samup sabine cielo. Het collectief heeft meneer Hoogaard in eerste instantie gevraagd zelf terug te treden. Dat is vanwege dus een aantal zaken die we hebben vastgelegd, toch? Het is ik heb gezegd van ik wil liever op niet praten over die gevoeligheden vanwege de bemiddelingspoging. Maar ik denk die samenleving al dus nu zal weten na zoveel maanden van waar de schoen wringt. Ja. Maar hij is dus niet teruggetreden en er zijn rechtszaken gekomen. We hebben gevraagd aan de rechter vorig jaar om dus vervangende toestemming. Ja. Onze advocaten zijn dus ervan uitgegaan dat de statutenwijziging van 2003 niet rechtsgeldig was, omdat dus die niet is gepubliceerd en ook niet goedgekeurd door de president. Ja. De rechter heeft anders geoordeeld en de rechter heeft gezegd dat die statutenwijziging dus wel rechtsgeldig is en dat er dus mogelijkheden in die statutenwijziging aangegeven staat dat wij zelf ervoor kunnen zorgen om richting een verkiezing te gaan. En daarvan maken wij nu gebruik. Het is de bedoeling om een verkiezing te houden, zodat dus duidelijk wordt, democratisch, wie de CLO mag leiden. Ja. Ja. We gaan even praten over de gang naar het IMF. Ik weet niet als u dat plan van de regering heeft gezien en heeft gelezen. Maar als u dat heeft gelezen en heeft gezien, wat staat concreet aangegeven in dat plan over de ambtenarij? Nou, dus je gaat natuurlijk naar het crisis- en herstelplan kijken en dan kijk je dus van wat is het meest belangrijke voor de organisatie CLO om te bespreken met de regering. Ja. Nou, het eerste is dat in het crisis- en herstelplan aangegeven staat dat men voornemens is een loonsverhoging van 25% te geven aan de ambtenaren. Nou, daarover zouden we natuurlijk willen praten wanneer het zover is van hoe dat uitgevoerd zal worden. Want zoals u weet zijn er verschillende loonreeksen op dit moment en hoe ga je dat tegemoet? Ja. Dat is dus 1. 2, in het crisis- en herstelplan staat ook aangegeven dat men ambtenaren vrijwillig, laat maar dat zeggen, wil stimuleren om af te vloeien. Ja. Daarover willen we zeker natuurlijk met de regering van gedachten wisselen, als dat zover is, wanneer dat moment er komt. En natuurlijk belangrijk ook de afbouw van de stroomsubsidie. Ja. Toch? Dat heeft dan ook een impact op het salaris van de mensen. Gaan ze meer moeten betalen voor stroom? Dus die zaken wil je zeker bekijken. Ja, er is nog een vraag vanuit de gemeenschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Oké, volgens mij heeft die persoon afgebeld. Ja. Ja, goedemorgen. Zij of hij heeft afgebeld. Ja, ja, u kunt doorgaan. Laat me u zo zeggen van dat in 2016 de vorige regering ook een overeenkomst had getekend met het IMF. We hebben daar, en toen was er maar 1 punt waar het IMF op zat, namelijk afbouw van de stroomsubsidie van bijkans 1 miljard SRD. Ja. Toch? En we hebben daar gedurende toch een aantal maanden kwam IMF ook bij ons langs bij de CLO. En we hebben gesprekken gevoerd met de mensen van IMF. Het zijn meestal mensen die uit Latijns-Amerika. Er is weer iemand, meneer Miskin. Mm-hmm. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Rabbeles. Goeiedag. Ja, meneer Rabbeles, van waar belt u? Vanuit België. Ja, welkom bij ons. Welkom bij ons in Maarten Taki. U heeft een vraag voor meneer Miskin. Ja, meneer Miskin. Ja. Ik
willen weten van u, want er wordt heel vaak gesproken over procentuele opslagen. Als er procentuele opslagen gegeven worden, begrijpt u dat de ministers, de president, de beleidsmakers, die zijn de lachende derde. Wat wilt u? Want kijk, als u het meent met de bevolking, dan gaat men nominale bedragen geven. Dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een bedrag van 1000 SRD of 500 SRD. En dan kan je het misschien gaan verdelen in loonschalen. Dus bijvoorbeeld van zoveel tot zoveel krijgt 500, van zoveel tot zoveel krijgt 1000, etc. Dat is de kleine man geholpen. Want u begrijpt, 25% voor de president is niet hetzelfde als 25% van voor de schoonmaakster. Wat wilt u, want ik ga ervan, want kijk, u bent ook een lachende, u bent ook echt minister. Dus u gaat ook mee profiteren van salaris, procentuele salarisverhoging. Hetzelfde manier ook gaat. Wat wilt u? Gaat u, gaat u voor nominale bedragen of gaat u voor procenten? Ja. Dat wil ik van u weten. Uw vraag is duidelijk, meneer Robbelus. Kan ik erop in? Dank u wel. Ja. Ik ben heel erg blij met deze vraag. Ja. Omdat we dan het andere onderwerp direct kunnen bespreken. Ja. De afgelopen periode heeft dus een platform, een persconferentie gehouden, waarbij de heer Bakker in feite heeft aangegeven dat de loonverhouding is veranderd. En er was een, in 2009 en 2010 was er een bepaalde loonverhouding. Ja. Eerst 1 op 4, dan 1 op 6. Zolang je een procentuele loonsverhoging loslaat op dus de lonen, de salarissen, dan blijft die verhouding hetzelfde. Ja. Ga je een toelage toepassen, dan gaat die verhouding veranderen. Ja. En wij van de CLO zijn juist bekritiseerd door de heer Bakker, toch? Dat doordat wij dus nominale bedragen hebben gebruikt, zoals de meneer aangeeft, ja, dat die loonverhouding is veranderd. Mm-hmm. Dus u ziet, deze meneer zegt van luister, je moet nominale bedragen gebruiken. Maar ja, aan de andere kant zegt de heer Bakker, nee, je mag geen nominale bedragen gebruiken. Ja. Je moet procentuele zaken loslaten op je loonreeks. Ja. En laat me u uitleggen, want gisteren was er een beetje consternatie, omdat dus de kop, toen ik had gereageerd bij Star News, was van dat de ambtenaren zijn bevoordeeld. En we hebben juist gebruik gemaakt van wat deze meneer heeft aangegeven. We hebben gebruik gemaakt van nominale bedragen. Het is niet altijd van tevoren te zien. Je gaat onderhandelen met de regering en je kijkt wat je gaat voelen van wat de regering wat beschikbaar is. Is ja. En op basis daarvan ga je dat zo'n besluit nemen of het nominale bedragen worden of het een procentuele loonsverhoging wordt. Maar laten we terugkomen op de kwestie wat is gezegd van ja, de mensen zijn benadeeld. Ja. En ik heb een reactie gegeven, zeg van nee, de mensen zijn niet benadeeld. De mensen zijn bevoordeeld geworden in die periode. Ja. Het tegenovergestelde van nadeel is voordeel. Klopt. Dus het is gewoon Nederlands. Maar laat me dus aangeven dat we dus een opdracht hebben uitgevoerd vanuit de Assemblee van de Ledenraad, wat er gedaan moest worden. En het was geen makkelijke Assemblee van de Ledenraad in augustus 2018, dat we dus de 500 SRD moesten incorporeren. Mm-hmm. En daarna moesten die gaan onderhandelen? Nee, incorporeren, ja. En daarop is er een loonsverhoging gegeven. Ja. Oké, wat is er gebeurd? Ik ga u met voorbeelden aangeven. Ja. Wanneer die heer heeft gelijk, wanneer, ja, dus wanneer de loonverhoudingen hetzelfde moesten blijven, ja, toch, zoals de heer Bakker aangeeft, dan zou er een 25% loonsverhoging gegeven worden op het salaris van de schoonmaakster. Ja. Dan zou de schoonmaakster die 1000 SRD verdienen, want dat was de aanvangsbedrag van de schoonmaakster, 1000 SRD, ja, 25% zou 1250 dan krijgen. Ja. Dat wil zeggen dat je dan kiest om dus die loonverhouding hetzelfde te houden. Ja. Je vraagt de regering om die toelage van 500 SRD die betaald werd te stoppen. Ja. Maar dan gaat die persoon achteruit. Wat hebben wij gedaan?
We hebben die 500 geïncorporeerd. We hebben daarbovenop heb je 1000 plus 500 is 1500 al. Ja. We hebben dan ervoor gezorgd dat de componenten SZF, AOV, pensioenpremie en belasting zijn erbij zijn gehaald. Dan kom je op 1600. Ja. Toch? En daarop is 25% loonsverhoging gegeven, waardoor je uiteindelijk komt op 2000. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat de schoonmaakster bij de onderhandelingen van 2018, toch? Dus het artikel wat is heeft gestaan gisteren gaat over iets wat 3 jaren terug is gebeurd. Het gaat niet over wat vandaag gebeurt. Ja. Ik denk dat men Ik ben bezig u uit te leggen. Dus de persoon heeft 100% loonsverhoging gehad. Ja. Doordat wij dus de toelage hebben geïncorporeerd plus een nominale verhouding. Ja. En dan kom ik op het stuk. Dus de onderkant heeft 100% gehad. Ja. Toch? En dan gaan we kijken naar de directeur. Ja. Hoeveel heeft de directeur gehad, als we het maximaal bedrag van de directeur nemen, ja, bij deze loononderhandeling 3 jaren terug? Terug, ja. 39%. U ziet het verschil. Dus we hebben conform, wat die meneer zo net heeft gezegd, toch de onderkant beter toebedeeld dan de bovenkant. Ja. En natuurlijk kijken de werkers daartussen, toch? Naar wat er verder gebeurt. En het was de bedoeling, u weet dat de leerkrachten 111% hadden gehad, dat dus die gap gedicht moest worden. We hebben met de vorige regering een 50% loonsverhoging overeengekomen, conform wat besloten is in de assemblee van de ledenraad in augustus 2018, dat het traject ingezet moet worden. En wij wachten eigenlijk op het moment wanneer de regering dat zal kunnen uitvoeren. Want als je die 50% loonsverhoging zoals overeengekomen uitvoert, dan heb je de gap tussen de leerkrachtenloonreeks en die van de rest van de ambtenaren gedicht. Ja, dus het is niet zo dat als de schoonmaakster 25% loonsverhoging krijgt, dan krijgt de president, de vicepresident en de ministers, zij krijgen diezelfde loonsverhoging niet, uitgedrukt in... Dat is bij de onderhandeling geweest van 3 jaren terug. Wat er gaat gebeuren bij de onderhandeling de komende tijd, aanstaande, toch? Ja. Dan zullen we zien. Kijk, als de 50% uitgevoerd wordt, ja, dan heeft de schoolmaster 200% gehad. Want de schoolmaster gaat dan van 1000 SRD naar 3000 SRD. Dan heeft de schoolmaster 200% loonsverhoging gehad. En als je naar de directeur kijkt, heeft de directeur 109% loonsverhoging gehad. Ja, maar wat wilt u? Want de beller vroeg... Nee, maar dat heb ik u aangegeven. Ja, nee, maar zegt u, eigenlijk heeft hij gelijk, we gaan beter moeten kijken naar Nee, maar de... meneer Hiwat, je moet als CLO een evenwicht zoeken. Ja. Je hebt niet alleen maar de kleine man als je lid. Je hebt ook middenkader en hoger kader als leden. Ja. En je moet een evenwicht zoeken, toch? Anders krijg je problemen. Trouwens, in die vergadering... Is hierop gewezen en is ook gevraagd. En daarom hebben wij gezegd van er komt een correctie daarna. Dat is die 50% loonsverhoging die is overeengekomen met de regering. Die 50% loonsverhoging zal ervoor zorgen dat ook het midden- en het hoger kader tevreden zal zijn. Ja, het functieinformatiesysteem. Hoe werkt dat systeem? Want we zien dat eigenlijk... heel veel belangrijke groepen binnen de ambtenarij zijn gestapt uit dat systeem. Want op den duur hoorde je dat ze niet tevreden waren met hun bezoldiging, hun lonen. Dus vooral de politie, de brandweer zijn gestapt uit dat systeem. Heeft dat systeem gewerkt? Volgens nou, u? Nou, laat me zo zeggen hoor. Dus de CLO is nog steeds een voorstander van het systeem Mesker en Broer. Ja. Dat in 1969 is geïntroduceerd. Toen wij in de periode 96-2000 strategische groepen kregen. En op een gegeven moment in de regeerperiode 2000-2005 is er gevraagd om dus van het systeem van strategische groepen af te stappen. Ja. Is men niet teruggekeerd naar het systeem van Mesger en Broer. Ja.
De verschillende bonden, er kon geen overeenstemming bereikt worden tussen de verschillende bonden om terug te keren naar dat systeem. CLO is nog steeds voorstander van het systeem van Metzger en Broer. Mm-hmm. En omdat er geen overeenstemming tussen de bonden bereikt kon worden, is er toen een traject ingezet wat uiteindelijk heeft geresulteerd in FISO. Ja. Maar uiteindelijk toen FISO is gekomen en FISO is uitgevoerd, waren zelfs die bonden die niet terug wilden gaan naar het systeem van Metzger en Broer, ja, wat vastgelegd in het ambtenarenbezoldigingsbesluit, toch? Die zijn eruit gestapt, de leerkrachten zijn eruit gestapt en al die andere groepen, ja, die politie, heeft aangegeven. Brandweer, dus in feite, ook de loonreeks die voor de hele ambtenarij tot stand is gekomen in 2018, is niet gestoeld op FISO. Ja, maar nu zijn ze in een andere schaal, een andere bezoldigingsschaal. Als er wordt onderhandeld, mm-hmm, met de regering, mm-hmm, over 25% loonsverhoging, mm-hmm, gaan die groepen weer vallen binnen die verhoging? Want eigenlijk hebben ze al een verhoging gekregen. Nee, het is een stuk, kijk iedereen, u zegt van ze hebben al een verhoging gekregen, maar dat is verleden tijd toch? Ja, maar ze verdienen eigenlijk, want de regering heeft apart onderhandeld met de politiebond. U moet niet zo kijken naar zaken, dat is verleden tijd. Ja, maar daarom stel ik u de vraag. Er hebben koersstijgingen plaatsgevonden, dus iedereen wat hij ook verdient, want iedereen doet uitgaven naar wat hij verdient. Ja. Toch? En als op een gegeven moment prijzen stijgen, koersen zijn hoger geworden, dan wil iedereen geld hebben. Ja. Iedereen wil meer geld hebben. Het is een uitdaging, ik bespreek dat ook met de deskundigen, ja, binnen de overheid. Het is een uitdaging omdat alles, zoals in de periode 2000-2005, ja, in de periode 1996-2000 heeft men dus gezorgd voor diverse loonreeksen. Ja. En in de periode 2000-2005 heeft men alles weer in één loonreeks gebracht. Ja. Dus het is een uitdaging om alles weer in één loonreeks te brengen, zodat het ook overzichtelijker is. Ook begrotingstechnisch is dat overzichtelijker. Okay. Ja, meneer Miskin, wij bedanken u voor uw komst vanmorgen. Hier bij ons in Mama Tentaki. We gaan met u afsluiten. Ik hoop dat die bemiddelingspoging van Rafaxur zal werken. En dat we binnen een week of binnen een maand horen dat meneer Miskin en meneer Hooghart zich aan u en weer voor een wanbestuur commit aan verkiezing voor aanstaande december. Nou, dus van mijn kant, ik hoop het ook dat dus vanuit Rafaxur een oplossing wordt gerealiseerd binnen dit conflict. Dank u wel, meneer Miskin.